Hallo, dit filmpje gaat over het rekenen aan zuuroplossingen en basisoplossingen en is speciaal voor HAVO-leerlingen. VWO-leerlingen moeten hier een heleboel meer van weten en daar heb ik andere filmpjes ook voor gemaakt. Gaan we even op een rijtje zetten wat een zuuroplossing is. Je weet het waarschijnlijk wel uit de derde klas al, dat heeft een pH die kleiner is dan 7. Het deeltje wat in elke zuuroplossing zit, dat zijn H+-ionen, wordt soms ook wel H3O+ genoemd. Nou, hoe meer H+-ionen in een liter zitten, dus hoe groter de molariteit, hoe groter de concentratie, hoe zuurder het is, hoe lager de pH. Nou, daar hebben we ook een formule voor. Deze formule, dat is de belangrijkste bij pH-berekenen. pH is de min log van een H+. Nou, log, logaritme, niet iedereen heeft dat bij wiskunde gehad. Je kunt bij scheikunde eigenlijk gewoon volstaan met het knopje in te drukken, al is het natuurlijk al handig als je weet wat het precies betekent. Nou, die H+, dus die rechthoekige haakjes, dat betekent de concentratie H+. En in scheikunde drukken we dat uit in molair of mol per liter. Dus je kunt zeggen mol per liter, of die hoofdletter M die je als molair uitspreekt. De vraag kan ook allemaal omgekeerd gesteld worden. En dan zeggen ze de pH is bijvoorbeeld 2,50, bereken de concentratie H+. Dan moet je deze formule omwerken. Nou, als je geen logaritme bij wiskunde hebt gehad, is het handig om deze ook even te onthouden. De concentratie H+ is 10 tot de macht min pH. Nou, gaan we gewoon even wat voorbeeldjes laten zien, dan wordt het hopelijk wat duidelijker van. De eerste vraag is, als ik 20 ml 0,20 molair salpetersuur heb, wat is dan de pH? Nou, we moeten natuurlijk even weten wat salpetersuur is. In BINAS tabel 66b zou je dat kunnen vinden als je niet weet. Daar staat HNO3. Maar we hebben hier een oplossing van salpetersuur. En hier staat namelijk 0,20 molair. Dat betekent dat er 0,20 mol in een liter water is opgelost. En omdat het een sterk zuur is, is salpetersuur dan H+ en NO3- geworden. Dus H+ accu plus NO3- accu is de notatie van deze oplossing. Nou, omdat er 1 mol HNO3 ook 1 mol H+ oplevert, is de concentratie H+ ook 0,20 molair. Waar je op moet letten is dat ik die 20 ml helemaal niet gebruik. En dat is eigenlijk een beetje overbodige informatie. Soms staat het in een vraag bij om je een beetje het verkeerde been te zetten. Maar het gaat bij berekening van een pH om de concentratie en de hoeveelheid maakt niet uit. Ja, als ik 20 ml heb, een volle reageerbuis van het zuur, en ik gooi de helft weg, en ik meet de pH nog een keer, dan blijft de pH natuurlijk hetzelfde, maar 10 ml. En dus het aantal milliliter is niet van belang, alleen de concentratie. Nou, die concentratie van 0,20 molair ga ik invullen, in de formule van net, min nog 0,20, dat ga je intypen in de rekenmachine, en dan komt daar 0,70 uit. En vergeet het minnetje niet. Ik moet nog even bijzeggen, bij deze vraag niet eens zo relevant, maar zometeen wel. Bij pH-waarde telt het aantal decimalen, dat zijn het aantal cijfers achter de komma, als het aantal significante cijfers. Dus die 0,70 heeft hier 2 decimalen, dus 2 significante cijfers. Nou, in de normale significantieregel zou deze ook 2 significante cijfers hebben. Maar deze regel van pH moet je ook officieel even weten. Vind je dat heel lastig, rond het gewoon steeds af op 2 cijfers achter de komma. Dan is het zo goed als nooit verkeerd. Gaan we naar het volgende vraagje. Hier moet je de pH van 8 molair zoutzuur uitrekenen. Nou, dat is een behoorlijk hoge concentratie. Staat hier niet bij hoeveel milliliter je hebt. Dat scheelt, kun je ook niet op het verkeerde been gezet worden. Nou, wat is zoutzuur? Niet HCl, want HCl is waterstoffluoride. Als je oplost, krijgen we zoutzuur, H+ accu en Cl- accu. Nou, 8,0 molair betekent 8,0 mol H+ per liter. En ook 8,0 mol Cl- per liter. Dus de molariteit is 8,0 molair van H+. Kun je weer de formule erbij pakken. Ga je dat weer invullen. En komt nu uit min 0,90. Die min is een belangrijke. Je vergeet hem nog wel eens. Of er zijn ook mensen die denken, ja, min, dat is een beetje gek. Hè? Er zijn heel weinig dingen in de scheikunde die negatief zijn. Dat zal wel plus zijn, maar een negatief pH kan wel. Kan niet al te laag worden. Je kunt niet min 20 hebben of zo. Dan zou je veel te veel H+ per hebben. Maar min 0,90 is wel een mogelijkheid. En weer ook een behoorlijk hoge concentratie van een sterk zuur.
Nog een vraagje over de zuren. De laatste. De omgekeerde. Stel je hebt citroensap, dat is behoorlijk zuur natuurlijk, en de pH is 3,20. En nu vragen ze, wat is de concentratie H+-ion in dat citroensap? Dan hebben die andere formule nodig, die een paar pagina's geleden ook stond. De concentratie H+ is 10 tot de macht min pH. Ga ik gewoon invullen, 10 tot de macht min 3,20. En je rekening vertelt dan dat het 6,3 maal 10 tot de macht min 4 molair is. Hier maakt die significantie wel uit de nieuwe regel. Dit zijn maar twee significante cijfers, alleen die 2 en 0. Dus ik rond het hier af op twee significante cijfers. Die molair mag je ook wel eens weglaten als die zo wordt genoteerd. Dus dit betekent eigenlijk al dat de eenheid molair is. Maar voor de zekerheid kun je beter altijd een eenheid erachter zetten. Kun je het ook niet fout doen. Gaan we over naar de bazen. Nou, bazen hebben, basisoplossingen die eigenlijk moet je zeggen, hebben een pH die boven de 7 ligt. En het deeltje wat daar altijd in zit is OH-. Dus nooit H+. Alleen OH-. Heb je evenveel H+ als OH-, wordt het samen water en is het neutraal. Dat hoef je niet aan te rekenen, dat is gewoon pH 7. Nou, hier is het weer zo dat hoe groter de concentratie OH-, hoe hoger de pH, dus hoe basischer. Dus eigenlijk hoe verder het van de 7 af is, hoe extremer. Dus een pH van 14 is een stuk basischer dan een pH van 12 bijvoorbeeld. Nou, omdat er geen H+ aanwezig is, moeten we gaan rekenen met OH-. En die H+ kan er dus echt niet zijn, want zodra een H+ in zo'n basisoplossing komt, pakt OH- onmiddellijk dat H+ om water te worden. Dus we moeten een formule maken met OH-. Dit is de formule, we rekenen aan de pOH. Dat is de min nog van de concentratie OH-. Dus dat ding tussen de vierkante haakjes is weer de concentratie in mol per liter of molair. Dan is er nog wel een tweede ding bij, een tweede rekeningetje bij. Je kunt best zeggen, iets heeft een pH van 11. En dan gebruik je toch het pH, de zuurgraad, maar 11 is duidelijk boven de 7. Nou, de pH en de pOH kun je zo elkaar omrekenen, zijn samen 14. Dus als je de pOH berekent, dus bijvoorbeeld 2,5, dan kan je de pH uitrekenen door 14 min 2,5 te doen. Dan kom je op 11,5. 14 is overigens niet de bovengrens. Hè. Stel je hebt een negatieve pOH, heel sterk geconcentreerde basis, dan zou je best een pH van bijvoorbeeld 14,4 of zo kunnen hebben. Heel vaak staat op de pH-schaal, op zo'n pH-papiertje, dat tot 14 gaat. Dat komt gewoon omdat het pH-papier niet kan werken of geen pH kan meten bij een pH van boven de 14. Ook hier kan de vraag weer omgekeerd gesteld worden. Daarmee bedoel ik, de pH is gegeven meestal, soms de pOH. Maar goed, die kun je gewoon in elkaar omrekenen met deze formule. Als je de pH weet, kun je de pOH ook zo uitrekenen. Dat is dan 14 min de pH. En dan ga je de OH-concentratie berekenen op 10 tot de macht min pOH te doen. Nou, dit is eigenlijk een formule die heel erg lijkt op die van net. Hè? Daar stond hier H+ en daar pH. Ook hier weer een paar oefenvraagjes. Eerst 30 ml 1 molair kalioloog. Wat is daar de pH van? Nou, even weten wat kalioloog is. Het is een triviale naam, hè? Kun je opzoeken. Binas 66a. Er staat een oplossing van kaliumhydroxide in water. K+ plus OH-. AQ. Van elk 1. Dus heb ik 1 mol kalioloog, kaliumhydroxide, per liter opgelost moet ik dan zeggen. Heb ik 1 mol per liter K+ en 1 mol per liter OH-. Die hebben we nodig. Nou kan ik invullen. Min log van 1,0. Dat is 0,00. Beetje flauw hier wat significantie betreft. Hè, want je moet eigenlijk wel die 0,00 erbij zetten. Want ik heb twee significante cijfers hier. Hè, in de concentratie moet ik hier twee getallen achter de komma zetten. De pH nog even uitrekenen. Dus dan 14 min de pOH. Nutteloos om. Dan komt dan 14 uit. Maar let hierop. Je moet dus zeggen 14,00. Als je hier 14 van maakt, dan zit je twee significante cijfers te weinig. Dan krijg je helaas een puntje aftrek. Dus trap daar niet in. Nou, de vraag kan dan ook weer omgekeerd. Hè? De pH is gegeven en je moet nu de concentratie OH- berekenen. Nou, het gaat hetzelfde als net. Met één klein extra stapje. Dat is het eerste stapje. Dat we de pOH even moeten berekenen.
door 14 minder pH te doen, hebben we dus een pOH van 2,80 hier. Dan komt het andere formuletje. De concentratie OM min is 10 tot de macht min pOH. 10 tot de macht min 2,80 intypen. En daar komt dan uit 1,6 maal 10 tot de min derde molair. Ook hier weer opletten met significantie. Het lijkt misschien dat hier 4 significanten staan. Maar alleen die 2 en die 0 tellen mee. Dus ik moet hier ook weer 2 significante cijfers doen. Gaan we naar de laatste vraag. Het kan natuurlijk ook zijn, dat is in dit geval, dat er niet staat hier dat zoveel molair, de molariteit gegeven is, maar dat je zegt, iemand lost zoveel gram van die in die stof en zoveel liter water, dus dat je de concentratie eerst moet berekenen. Nou, daar zit een voorbeeldje van. Jacqueline gaat 400 milligram natriumhydroxide, dat ziet er zo uit, oplossen in 200 milliliter water. Er is een basisoplossing en de vraag is welke pH heeft die oplossing. Nou, dan moet ik eerst de concentratie gaan uitrekenen in mol per liter. Nou, de liter is niet zo moeilijk, maar ik moet hier van mol or min gaan. Nou, maak eerst even van die 400 milligram 0,400 gram. Dat is makkelijk als je een mol rekent. Dan ga ik daarna delen door de molaire massa van NaOH. En van gram naar mol is gedeeld door. Deze molaire massa staat in binnenste wel 98. Dus ik heb dan 0,0100 mol NaOH. Daar zit ook 0,100 mol OH- in. De verhouding Na en OH is 1 Na plus op 1 OH-. Als je het aantal mol NaOH weet, dat lost dat op in water, dan krijg je hetzelfde aantal mol OH-. Nou, we kunnen concentratie. De eenheid is mol per liter, dus je deelt het aantal mol, dat staat daar, door het aantal liter. Nou, dan staat hier 200 milliliter, dus die heb ik hier even omgezet in 0,200 liter. Dan komt het uit 0,050 mol per liter. Er zijn ook mensen die zeggen, nou, in een liter zit 5 keer zoveel als in 200 milliliter, dus ik moet het aantal mol gewoon een keer 5 doen, dan weet ik wat er in een liter zou zitten. Nou, dan komt natuurlijk ook op dit antwoord uit. Nu pas komt de pOH-formule. We vullen dat gewoon weer in. De min log van de concentratie OM min. De min log van 0,050 is 1,30. En vergeet dan niet, als laatste nog even de pH te berekenen. 14,00 min 1,30 is 12,70. En hier hebben we eigenlijk alle soorten sommetjes met pOH en pOH gehad in het filmpje. Oefen dit nog eventjes en dan ga je dat vast hartstikke goed doen op de toetsen.